Mooie psalm, bijzondere psalm. Ik heb in ieder geval al één aandachtige hoorder die wil weten waarom dit een messiaanse psalm zou zijn. Wij lezen hem eerst samen, psalm 80, ik lees hem uit de herziene Statenvertaling. Voor de koorleider, op de lelies. Een getuigenis, een psalm van Asaf. Herder van Israël, neem ter oren. U die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de gerubs, verschijn blinkend. Wek uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse en kom ons verlossen. O God, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Heere God van de legermachten, hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van uw volk? U geeft hun tranen brood te eten en laat hun tranen drinken uit hun maatbeker. U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt. Onze vijanden spotten onder elkaar. O God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, de heidenvolken verdreven en hem geplant. U hebt een plaats voor hem bereid en hem wortel doen schieten, zodat hij heel het land vulde. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest. Zijn takken waren als machtige ceders. Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee, zijn jonge loten tot aan de rivier. Waarom hebt u een bres geslagen in zijn muren, zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken? Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet, het wild van het veld heeft hem afgegraast. O God van de legermachten, keer toch terug. Kijk neer uit de hemel en zie. Zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft, en dat om de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt. Uw volk komt om door de bestraffing van uw aangezicht. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon die u voor uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Heere, God van de legermachten, breng ons terug. Doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. Tot zover, psalm 80. Ik heb eigenlijk elke keer weer behoefte met u enigszins na te denken over die eigenaardige term messiaanse psalm. Ik had daar ineens een wonderlijke gedachte bij. Namelijk, in zekere zin zijn alle psalmen messiaans. Want het is vaak gezegd en het is volkomen waar, er is geen bladzijde in de Bijbel die niet op een of andere wijze verband houdt met de Heer Jezus Christus. Er is geen psalm dus die niet op een of andere wijze, hoe ver ook, verband houdt met hem. De andere stelling is even goed te verdedigen. Geen enkele psalm is 100% messiaans. Althans, je zou je kunnen afvragen of er nou één psalm is die echt heel specifiek, primair geschreven is met het oog op de Messias. We hebben het al gezien, psalm 72 gaat in de eerste plaats over Salomo. Psalm 2, grote sprong terug, gaat in feite over elke zoon uit het huis van David die koning geworden is in de geschiedenis. En zo kun je doorgaan, psalm 45 komt er misschien wel heel dichtbij. Maar het is dus een lastig criterium. Ik kan in ieder geval niet waarmaken wat ik helemaal in het begin gezegd heb van deze serie. Namelijk, we accepteren als een messiaanse psalm een psalm die in het Nieuwe Testament als zodanig wordt geciteerd. Nou, dat wordt deze niet. Psalm 72 ook al niet. Dus ik heb al twee uitzonderingen dit seizoen. Maar bij psalm 72, als het over Salomo gaat, toch zo'n belangrijk type van Christus als de gezalfde koning, daar is tenminste nog wel tamelijk duidelijk. Maar psalm 80, ja, tenzij dat je een Statenvertaling hebt herzien of niet. Want dan zie je daar ineens in vers 18, het begint al in vers 16, al die hoofdletters staan.
Ik wou dat we de herziende Statenvertaling nog een keer kunnen herzien. In het Hooglied storen ze me helemaal. Al die hoofdletters waarmee precies wordt aangegeven dit gaat over Christus. Dat is gewoon een foute benadering. Je kunt zeggen het gaat in eerste instantie over de twee geliefden. En in de toepassing, en die is zeer gerechtvaardigd, kunnen we het betrekken op God of op Christus. Maar als je bij voorbaat al hoofdletters gaat zetten, en dat gebeurt dan ook niet altijd goed, want dan worden bruid en bruidegom wel eens door elkaar gegooid. Ja, dan maak je het nog veel moeilijker. En hier is dat eigenlijk ook zo. Geen Joodse uitlegger zou hier in deze psalm de Messias zien. Ook als er staat de mensenzoon in vers 18. Want we onthouden wat we eerder gezien hebben al in psalm 8. Mensenzoon betekent, Ben Adam betekent simpelweg een lid van het menselijk geslacht. Een mens. En je kunt je zelfs afvragen of het hier in eerste instantie wel over een mens gaat. Het gaat hier nog steeds over die wijnstok. Dat maakt deze psalm juist zo boeiend. Het gaat over die wijnstok die uit Egypte is gehaald en in het land Kanaan is geplant. En er staat daar aan het eind van vers 15, zie om naar deze wijnstok, de stam die uw rechterhand geplant heeft. Ja, en als wij dan lezen mensenzoon in vers 18... Ja, dan zou je kunnen afvragen, waar is dan ineens de overgang van de wijnstok naar de Messias? Is dat eigenlijk wel nodig? Is dat eigenlijk wel voor de hand liggend? Kortom, broeder George heeft een goede vraag gesteld. Zouden we maar niet gewoon naar huis gaan? Gaan we het er niet met de haren bij slepen? Zelfs ondanks al die hoofdletters die zo vermoeiend zijn in de Statenvertaling en ook in de herziening daarvan. Weet je wat? We beginnen gewoon bij het begin. Er zijn twee grote beelden die hier voor Gods volk gebruikt worden. Die van een kudde en die van een wijnstok. En allebei zijn natuurlijk heel bekend, ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus is de herder van zijn kudde. Ik ben de goede herder. Goed betekent niet alleen ik ben goedig, maar ik ben de juiste. Hij vergelijkt zich daar met de valse leiders van het judaïstische Israël. Hij zegt, ik ben de juiste, je moet bij mij wezen. Maar ook daar worden de zijnen met schapen vergeleken, ook al in de gelijkenis natuurlijk, van het verloren schaap. Dus die beeldenspraak komt daar heel duidelijk voor. En als de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken, dan kennen we dat beeld ook weer. Wij zijn schapen in de zin dat we door hem verzorgd en gevoed, of zoals dat in de vaktaal heet, gewijd worden, weide ontvangen. En beschermd worden tegen de aanvallen van de vijand. We worden verzorgd, gevoed, beschermd. Dat zit allemaal in het beeld van de herder. De herder die naar zijn schapen omkijkt. En het tweede beeld, daar gaat het om het vruchtdragen. Wijnstok en wijngaard worden allebei als beelden voor Israël gebruikt. In Jesaja 5 is Israël de wijngaard. En de Heere God zegt, ik heb jullie geplant als een wijngaard. En ik verwachtte van jullie goede druiven, maar hij bracht slechte druiven voor. Dat is trouwens een interessante theologische vraag. Hoe kan God nou ooit iets verwachten wat niet uitkomt? Hij weet toch alle dingen al van tevoren. Maar dat is het thema van vanavond niet. Maar dan zie je wel dezelfde beeldspraak. Het gaat erom om vruchten voor te brengen. Precies als bij die ranken in Johannes 15. Als je geen vrucht voortbrengt, dan hoor je duidelijk niet bij de ware wijnstok. Dan heb je geen levensverbinding met hem. Als je een beetje vrucht voortbrengt, dat is wel niet de bedoeling, maar dat is toch mooi. Het betekent toch dat het leven van de wijnstok erin zit. Alleen de vader zorgt er dan voor dat er dan meer vrucht komt. En tenslotte is het zijn bedoeling dat je veel vrucht draagt. En dan ben je pas een echte discipel van Jezus. Dus die beeldspraak is heel bekend, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament gaat het over de herders, gaat het over Israël en in het Nieuwe Testament gaat het over de gemeente. Maar de beeldspraak is hetzelfde. God heeft ook een grote voorkeur voor herders in het Oude Testament. Dat begint al met Abel, dat gaat verder met Abraham, Isaac en Jacob en Jozef en de 12 broers in het algemeen. Dat gaat verder met Mozes, 40-jarig de schapen aangelopen. Dat gaat, of voor de schapen uitgelopen. Dat gaat verder met David,
die zijn carrière ook begint achter de schapen en daar zo mooi Psalm 23 over gemaakt heeft. Heel bijzonder dat God ook zulke mensen uitkiest in wie hij als het ware zelf zichzelf weer spiegelen kan. En Jacob, die zelf zo'n herdersvorst is, zegt als hij voor de farao staat, dat God zijn herder geweest is zijn leven lang. Die beeldspraak is ons nog dierbaarder, want bij wijnstok of wijngaard wordt er iets van ons verwacht. Maar bij de wijn, bij de kudde, de herder, daar kunnen we iets ontvangen. Zorg, bescherming, voedsel. Als Petrus aangeland is op het diepste punt van zijn verontmoediging. En als Petrus dan heel diep verontmoedigd is, dan vertrouwt de Heer Jezus hem. Pieter, staat in het Latijn van letters binnenin geschreven, hoe Petrus de herder van zijn volk is geworden. Hoe zij dat dan toepassen, dat laten we dan maar even zien. Het was al in nood toen het nog in slavernij in Egypte was. Het was in nood in de woestijn, zo dikwijls. Het begon met de Amalekieten en het eindigde met de Midianieten. Het was in nood toen ze aangekomen waren en ze het land moesten veroveren. Maar in nood in de lichtere tijd, in de koninklijke tijd, met glansperioden, met uitzondering van de dames en samen. Maar in nood ook door hun eigen zonden. De tienstammigingen in de Assyrische ballingschap en de tweestammigingen in de Babylonische ballingschap. Maar dan zijn ze in het geloof. Dan is wel het antwoord. Waar is de herder? Bekommert hij zich wel eigenlijk om zijn schapen? Luister toch naar ons, u die Jozef als schapen leidt. Jozef is de eerstgeboren zoon. Ja, hij was de 11e zoon, maar hij krijgt het eerstgeboorterecht. Dat lees je pas in Kronieken. Maar het schemert al door in de profetie van Genesis 49. Jozef, zijn zoon, die ook niet de oudste was, maar wel het eerste geboorterecht kreeg, Efraïm, staat heel vaak voor de 10 stammen. Maar dit is een psalm van Asaf. Daar heb je er een heleboel van. 12 keer komt een psalm van Asaf tegen, zeker hier in dit zogenaamde derde psalmboek. En nu was er geen sprake van die verdeeldheid. Hier staat Jozef in feite gewoon als eerste geboren. Die leidt Israël als straat. En die doet dat op de mooiste plek. Namelijk in het midden van Israël tijdens de woestijnreis heb je de tabernakel. En daaromheen zijn er 12 stammen vandaan. En 3 van die stammen worden hier genoemd. Want als je in gedachten even dat voor je stelt, hoe die stammen gelegen waren, dan kom je van de oostkant de voorhof binnen. En hoe verder je naar het westen gaat, vind je daar eigenlijk het tabernakel. Die staat op het uiteinde van die voorhof, aan de westkant dus. En de 3 stammen die daarachter gelegen zijn, dat zijn de stammen van Jozef. Ik wil even om Jozef hier een bijzonder genoemd worden. Want Jozef en Benjamin zijn de 2 zonen van Jacob. Jozef valt zich uit 1 en 2 stammen, Efraïm en Manasse, deze 3 worden hier genoemd. Maar waarom worden ze nou eigenlijk precies genoemd? Omdat God zijn volk leidt, niet als God in de hemel, maar de Shechina is neergedaald. Bij de inwijding van de tabernakel daalde de Shechina, de heerlijkheid van God. Eigenlijk betekent het een soort verantwoordelijkheid, maar dat is een heerlijkheid. De zichter als voorstelling die op de tabernakel. En God zat precies aan waar hij nou wil wonen. Op een vierkante voet. Precies tussen de 2 gieren op het gezien.
De God van die Salomo zegt dat de hemel der hemelen toe klein is van God en God. Dat is even waar als dat God wil wonen op die waar hier kan de beesten tussen de geest. Daar troont hij. U die troont tussen de geren, verschijn blinken. Kom tevoorschijn in uw heerlijkheid om uw volk te leiden en om uw volk te leiden. Welke drie stammen woonden er het dichtste bij die ark? Wel, ik zei het wel. De tabernakel staat zoveel mogelijk aan de westerse kant. En als je dus de tabernakel binnen gaat, dan vind je aan de uiterste westerse kant een andere bereiding. Daarachter heb je de gordijnen. En daarachter die drie stammen. Wie woonden er het dichtste bij die ark? De drie zonen van de aanwijsbaar. We lezen in nummer 789 dat als Mozes contact wilde hebben met de Heer, dan mocht hij doen wat Aaron zelf verzocht. Aaron nog maar één keer per jaar in het Allerheiligste gekomen. Als we het niet lezen, dan mocht Mozes dan doen. Dan ging hij daar naar binnen en hoorde hij het bestemming. Hij, zoals Exodus ons had verteld, dat God zoals de man spreekt, dat kunnen we ons hebben in het voorschrijf van zo eigen als mogen met de Heer. Hij sprak zomaar de Heer en de Heer antwoord precies op de Heer. Kunnen wij ons niet voorstellen en dat doen we niet aan. Want het is heel merkwaardig dat toen de Egyptenaar verdwenen was, dat in Ezekiel 9 tot 11, maar toen de Babylonische ballingschap een trek is gegaan, aarzelend, treuzelend, tegenzin terug uit de tempel. Want die tempel gaat verwoest worden. Dan trekt God zich terug al in de hemel. Vanaf dat moment heet hij de God des Hemels. Is er iets om plek aan te wijzen waar de ik weet zeker dat Jezus niet die overleving kent. Dat komt nog veel later in de bouw terecht. Maar veel ouder. Dat is een hele tijd. De Jezus neemt het woord over met een kleine verandering. Maar ongelooflijk belangrijk. Hij zegt dat deze in de samenleving. Vinden, ik bedoel, wat een beetje zeggen, dat je Jezus moet vinden, dan moet je zeggen, hij is boven aan de rechterkant. Maar waar kun je van zijn, zijn we aan de rechterkant. Ik zie niet hoe het erbij van jou te zijn, die boven komen. Dat drie keer teruggeven in deze psalm, in vers 4 en vers 8, en dan nog weer 20 keer over, en het andere woord over
betekent terugkeren of terugbrengen. Als ook bekeer. Bekeer mij, o Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Dat heeft niks te maken met de verandering van het hart. Dat is als Jeremia spreekt over de ballingschap. Breng ons terug, Heere. Breng ons terug in dit land. En als u het doet, dan zal ik het doen. Er zit altijd die dubbelheid in die uitdrukking. Breng ons terug, ja, waar in het land? Of doen we het? Als een Jood terugkeert tot de Heer, dan is dat heel erg mooi. Maar het is niet uiteindelijk de bedoeling van het land. En niet terug naar het land. Maar omgekeerd, als een Jood terugkeert naar het land, maar hij is niet teruggekeerd tot de Heer, dan heeft hij de deur open. Dan zeggen eigenlijk maar weinig Joden deze hele Heer teruggekeerd. In de volgende verse, daar gaan we wat sneller overheen, daar gaat het over de wanhopige ellendige toestand er in Israël is. Hoe lang zal uw toren branden tegen het gebed van de volk? Wij bidden maar ontmoet alleen maar de brandende toren, Heer God. Wanneer is de tijd van de uitreding aangekomen? Geef ons tranenbrood om maar te eten. We eten ons brood met tranen. Drink tranen uit een maat. Geef ons onze buren door een bron van liefde te maken. De vijanden spotten onder elkaar. Tuinman die in Egypte een wijnstok maakt. Over de stad. Smokkelen van wijnstokken, dat schijnt ook niet. Wijnstok uit de Egypte. Ja, dat was natuurlijk de plek waar die wijnstok neergezet is, waar het veranderde. Maar die heren dat zijn gedreven en wijnstokken te laten staan. Dat is de plaats daarvan bereid. En wortel laten schieten en hij vulde de hele plek. Ziet of je dat in beeld staat van een wijnstok of van een wijngaard gebruikt. Dat kan op hetzelfde manier. Want deze wijnstok is zo groot dat hij de hele kamer, van kamer, en dat vind je ook heel concreet in vers 11. De bergen, dan denk je vooral aan het land in het zuiden.
Die machtige ceders, dan denk je in het noorden aan de Libanon. Bij de zee in vers 12 denk je aan de Middellandse Zee. En bij de rivier denk je aan de van de 14 weken dat de Israëlieten 1, 2, 3 jaar een derde tiende moesten opbrengen. Wat niet zeggen. Een derde tiende is ook al heel wat, 30%. Maar die derde tiende die moet je verplaatsen op de velden maken en dan neem je dat geld mee. En dan kan je in de toekomst starten en dan moet je dat geld brengen. Het tweede partje van de vruchten. Liefde, vrijheidschap, vrede en de liefde. Christen die altijd droevig kijken, die hebben er nog niks van begrepen. Ik citeer de graag van 42, aan de graag in het zwart gereden, de schijn van de vruchten. Dat wil je van alle van een tekst van de Bijbel. Als je maar een excuus hebt, dan moet blijven. Ik wil straks dat tegen iemand als de vader is dat het wel gaat verzetten. Vele vragen, dat mij niet leven krijgen. Voor het voor Christen, geeft het wel een beetje. Vuur dat ook makkelijk heeft, daar Christen zou het altijd niet liggen. Wederom zegt Paulus, terwijl hij in de gevangenis zit, in een onderaard hol met vergoeding en blok, zegt hij, verblijd u de allen bij. Wederom zegt hij, verblijd. Niet verblijden in omstandigheden, maar het is niet. Maar de wijnstok is, en dat is zo bijzonder, gaat niet over onze wijnstok. Die vruchten leeft. Rondom deze wijnstok waren muren geplaatst. Er zat een wijnstok doet, een beetje in de bossen die de wijngaarden hebben gegoten. Als die hekken niet goed gemaakt zijn, dan kopen de messen van de bijganger die goed kan leven. Dan kan het zwijn aan de bout opzitten en drinkt die wijngaard binnen en die wijnstokken losbroeten. Het wild van het veld is eraf geraakt. God was heel menselijk, ik gebruik het woord opzettelijk, God was teleurgesteld. Ik heb gezegd dat het geen emotie is die ook niet begrijpt. God was teleurgesteld. Maar vertrouwen is van de leven. Nou is het niet breng ons terug. Hier terug,
komt. Kijk neer uit de hemel en zie dat onze wezen komt. Kijk wel wat er op de hemel komt. Ik zie twee dingen. Je moet zeggen, ja, luister eens wel. Je moet niet zo klagen tegenover de Heer dat alle eigen schuld. Dat kan. Dan is er ook plaats voor verontmoediging. Dan is er plaats voor zelfvernedering, berouw, beleidenis van je zonde, dat is één benadering. Die andere benadering die is dan niet meer in strijd. Ze vullen elkaar aan. Die andere benadering is dan niet meer in strijd. Om naar deze wijnstok te stammen. De tak is de stok, dus de wijnstok in de wijnstok. Een stok die komt er niet te komen. Dit is uw wijnstok. Het is uw volk. Zo praten we het ook over. Mozes doet dat al. Na de zonde met het oude volk. Dan zegt de Heer God tegen Mozes. Steen vast tegen de Heer als hij antwoordt, uw wol. Er zal nu ineens dus een overgang zijn naar de Messias. Daar moet ik natuurlijk wel een beetje in meegaan, want anders heb ik helemaal geen recht op spreken. Maar als je in eerste instantie even die hoofdwet vergeet, dan denk ik, we gaan nog steeds over de wijnstok. Dat komt vooral doordat het woord zoon in het Hebreeuws, ben, zoveel betekenissen kan hebben. Zoon kan gewoon betekenen een tak van een boom. Dat is de zoon van die boom. Die boom heeft die tak voortgebracht. Die hele wijnstok, dat is de zoon die u voor uzelf sterk gemaakt heeft. Die wijnstok is met vuur verbrand. Dus het gaat nog steeds in vers 17 over die wijnstok. Dus moet het ook in vers 16a over de wijnstok gaan. Dan gaat het over de stam. Dus ook in vers 16b. Ik ondergraaf mijn hele positie. Dat blijft niet van de mensen. Maar zegt in vers 18 dan, de man van uw rechterzijde. Een mooie uitdrukking is dat. Hoor. In mijn jeugd had ik wel een stok oud, had ik wel snoepjes van de min. Van die jaren. Jamin was een Joodse familie. Jamin betekent een rechter. Benjamin betekent, hij zei dat Jamin onder de min. Benjamin de zoon van de rechter. Benjamin geboren werd, je moeder stierf en klein werd. Dat was heel goed voor alle wat ze doen. Dat ze niet meer in het leven komen. Er is een stap in de rechter. Benjamin zou zijn moeder hem doen. En de man die bij het eerst uitnodigde was in Afrika, die had die voornaam overgenomen. Die heette Benoni van zijn zoon. Hij noemde hem Benoni. En Jacob van Heer. Niet meer de zoon van de smart, maar de zoon van de pijn. Hij is de zoon van de smart van zijn moeder. En dat is natuurlijk volkomen reëel. Dat is niet minder geloven. Dat is een correctie van Jacob. Maar Jacob zegt, mij en de zoon van de moeder. Daarom is Benjamin ook natuurlijk een type van de Messias. De Messias is degene over wie Psalm 110 aan het later overhoofd hebben. Is degene over wie Psalm 110 zet nu aan het hoofd. Dan zal ik het bij hem stellen dat ik goed kan doen. Dan zit die familie Jamin dan alleen maar Jamin. Nou, ik zal u vertellen, dat is heel verbazingwekkend. En onze betalingen zeggen allemaal, hij was een Benjamin niet. Dat zal pas wel goed zijn. Benjamin, dat betekent letterlijk man van de rechter. De
Jupiter zal altijd zeggen, Yamini, Yamini betekent van mijn rechterhand. Yamin, de rechterhand, is eigenlijk Benjamin Hoed, voor een minder manier. Benen gaan staan, dat moet je verstaan. Dat is niet alles door de hardrol wat de opname betreft. Maar het is beter voor je. Dus de Messias is ook, als je denkt aan Psalm 110, natuurlijk bijzonder de zoon van de rechterhand. En nu zegt u, maar nou ben je zelf bezig heel tersluiks van Israël over te stappen op de Messias. Ja, vertel ons nou, over wie gaat het in vers 16 en 18 dan? Nou, mag ik eens een tegenvraag stellen? Ik vroeg eens aan een Jood, waarom beantwoorden jullie toch altijd elke vraag met een wedervraag? Toen zei hij, waarom niet? Dus ik ga ook een tegenvraag stellen. En de tegenvraag luidt, Hosea 11 vers 1, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Over wie gaat het daar? Als je het verband van Hosea leest, dan kan het alleen maar gaan over het volk Israël. Dat is volkomen juist. God zegt zelf in Exodus 4 vers 22, Israël is mijn eerstgeboren zoon, zegt hij tegen de farao, laat mijn zoon gaan. Er is geen enkele twijfel over. Maar in Matteüs wordt datzelfde vers uit Hosea 11 toegepast op de Messias. Als het kleine kind Jezus terugkeert met zijn ouders uit Egypte, dan zegt Matteüs, kijk, dat stond al in Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Is dat een vergissing? Nee, helemaal niet. Dat ga ik u zo vertellen. Laat ik een nog veel frappanter voorbeeld noemen. De leidende knecht des Heren in Jesaja 42, 49, 50... en 52, 53, over wie gaat het daar? Als u als goed christen zegt, het gaat daar over de Messias, dan zeg ik nou, in hoofdstuk 49 vers 3 staat uitdrukkelijk, de knecht is Israël. Dat is niet inlegkunde, dat staat er gewoon. Hoe zit het nou? En er is maar één manier, denk ik, waarop je dit probleem kunt beantwoorden. Zoals dokter F. de Graaf dat ooit uitdrukte, de Messias, Jezus Christus, is het ware zelf van Israël. Er is een groot Israël dat ook alle goddelozen omvat. Zoals de meerderheid van de Israëli's vandaag en de dag niks hebben eigenlijk met de God van de Bijbel. Misschien wel 70% van de bevolking. Dan is er de kleinere cirkel, dat is de Sha'ar. Het overblijfsel van Israël. Dat zijn de tzadikim. Dat is het Israël van God. Zoals Galaten 6 vers 16 dat noemt. Maar als je nog verder teruggaat, een nog smallere cirkel trekt, dan kom je tenslotte bij de tzadikim der tzadikim, bij de tzadik der tzadikim, bij de Messias zelf. Hij is het Israël bij uitstek. Hij is alles wat Israël altijd had moeten zijn. Hij is degene die waarachtig vrucht voor God heeft voortgebracht. En daarom zie je het merkwaardige verschijnsel in het Oude Testament dat profetieën zoals Hosea 11 zomaar door Matteüs op de Messias kunnen worden betrokken. En als iemand dus een Jood tegen mij zegt, het gaat in eerste instantie over Israël in de leidende knecht des Heren, profetie in Jesaja, dan zeg ik oké. Maar juist in hoofdstuk 53 staat de knecht heel duidelijk tegenover het volk. Het is het volk dat zegt, hij heeft onze zonde gedragen. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, dat zeggen niet andere volkeren. Hij is het ware zelf van Israël. En pas als je dat weet, dan zeg je, hey, dan zie ik hier aan het einde van Psalm 80 hem opdoemen in wie Israël al haar hoop kan leggen. In wie Israël alle herstel en alle zegen mag verwachten. Er is nog geen reden om er maar meteen allemaal hoofdletters van te maken, want dan zet je de lezer al meteen op het verkeerde been. Zo snel gaat het niet. Net als in het Hooglied. Rustig aan.
Het gaat over Israël hier. Het is net als met een stoplicht. Geel betekent stoppen. En dan wacht je 20 minuten en dan, oké, als je er dichtbij bent, dan mag je nog doorrijden. De wijnstok, de zoon van de rechterhand hier is Israël. En dan wacht je 20 minuten. En dan zeg je, maar achter Israël hier, vooral zo'n uitdrukking als zoon des mensen, zie ik de Messias opdoemen. Maar het is hier aardig verborgen. Vandaar dat broeder George hem ook niet 1, 2, 3 zag. Je moet er als het ware eerst een paar lagen van afhalen. Want het gaat in vers 16 en vers 17 nog steeds over de wijnstok. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, op de mensenzoon. De Joodse uitleggers hebben geen enkele moeite mee, vooral omdat het in het Hebreeuws ook veel makkelijker kan dan in het Nederlands kan, om te zeggen dit gaat nog steeds over Israël. Israël is de man van Gods rechterhand. Ja, en dan tenslotte, het Israël in de meest enge zin van het woord en ook in de meest verheven zin van het woord, ja. Dat is hij die in Psalm 8 genoemd was, de mensenzoon. En zelfs daar moet je het pas in tweede instantie erin gaan lezen. Maar in Hebreeën 2 zie je dat dat ook gerechtvaardigd is. En dan zeg je, hey, dit gaat over die mensenzoon van Daniel 7 vers 13, die neerdaalt met de wolken des hemels. Ja. Laat uw hand rusten op de man van uw rechterhand, die daar zit aan uw rechterhand in de hemel. Op de mensenzoon die u voor uzelf sterk hebt gemaakt. Dan zullen wij ons niet van u afkeren. Behoud ons in het leven, dan zullen wij uw naam aanroepen. Met andere woorden, laat er hoop voor Israël zijn. Maar niet omdat Israël uiteindelijk dan toch nog zo'n braaf volk wordt. Hoop voor Israël, zelfs niet alleen maar op grond van het feit dat het zich bekeert en verootmoedigt over zijn zonden. Want dan nog blijft de vraag staan, maar waar is dan het zondoffer? Of zoals Isaac het vroeg aan zijn vader, hier is het vuur en hier is het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? Een van de meest prangende vragen in het hele Oude Testament. Een van de meest ontroerende vragen. Want het is een vraag die voor Israël nog altijd speelt. Je zegt het niet tegen ze, maar op grote verzoendag vraag je, waar is jullie offer? Dacht je dat jullie het zonder offer redden? Ja, ik weet het, de tempel is er niet. Maar wilden jullie het zonder offer redden? En dat is het geheim van deze psalm. Uiteindelijk ligt alle hoop voor Israël in hem die bij uitstek de man van Gods rechterhand is. De zoon des mensen die door God sterk is gemaakt. In hem ligt al onze hoop. Niet in onze braafheid, zelfs niet in onze bekering, zelfs niet in ons berouw. Maar in de man die aan Gods rechterhand zit. En die eenmaal zal terugkeren en het ook voor zijn volk zal opnemen. Heere God van de legermachten, dat stond ook al in vers 5 en ook al in vers 8. God van de legermachten, dat is de Heere Tsebaot, de Heere der heerscharen. Maar dat zijn niet zozeer de heerscharen van Israël alleen maar. Dat woord de Heere Zebaot, Adonai Tsebaot, daarin gaat het om de aardse legerscharen van Israël, maar ook om de hemelse, de geestelijke machten. Onze God is niet alleen machtiger dan alle machthebbers op deze aarde. Dat zou niet genoeg zijn. Daar zouden we het niet mee redden. We hebben een verlosser nodig die ook machtiger is dan alle geestelijke machten in de hemelse gewesten. God is de God van de legermachten. We hebben een sterke God nodig. Zijn kracht en zijn liefde. Want anders bekommert hij zich niet om zijn schapen. Zijn liefde en het fundament dat hij gevonden heeft. Maar dat gaat buiten deze psalm uit. Dat hij gevonden heeft in het verzoeningswerk van de man van zijn rechterhand. Want hij zit aan zijn rechterhand nadat hij het werk op het kruis heeft volbracht. Daarom moet je de Hebreeënbrief erbij halen om al die plaatsen uit het Oude Testament in het rechte verband met elkaar te zien. Wie Israël lief heeft en de geschiedenis van Israël kent, die kan zo meevoelen met deze psalm. Je voelt
Een nood die elke keer weer uitgeschreeuwd wordt. Het verlangen naar de verlossing. Het uitzien naar het heil. Maar als Israël zelf hier, het eigen volk, aanduidt met zulke termen, als man van Gods rechterhand en zoon des mensen, dan zeggen wij, hey, weet jullie nu wat je zegt? Nu spreken jullie iets uit dat boven Israël uitgaat. Of je mag zeggen dat betrekking heeft op hem die het ware zelf, het ware ik van Israël is. Die als het ware Israël in meest geconcentreerde vorm is. Israël bij uitnemendheid. In hem is jullie hoop. Hij is één van jullie, maar ook in hem alleen ligt jullie hoop. Doe uw aangezicht lichten. Als u nou weer die zegen hoort uitspreken, de Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Bedenk dan dat die zegen oorspronkelijk niet over ons werd uitgesproken, maar over Israël. En Aaron deed dat. Aaron, de hoge priester die volgens de Hebreeënbrief ook een type is van onze hoge priester met een hoofdletter. En die hoge priester die zegt, de Heere, doe zijn aangezicht over uw licht. En eigenlijk moet ik het anders zeggen. Want wij vertalen dat altijd in de aanvoegende wijs. Weet u nog wel? Leve de koning. Dat is aanvoegende wijs. Maar je kunt het even goed, en af en toe kom je wel eens een voorganger tegen die het ook zo durft uit te spreken. En sommige vertalingen hebben het ook zo. Je kunt het even in stellende zin zetten of in profetische zin. De Heere zal je zegenen. En hij zal je behoeden. Israël, er komt een moment dat de Heere zijn aangezicht over je zal laten lichten. En je genade zal bewijzen. En dat hij zijn aangezicht over je zal verheffen. En je vrede zal geven. Shalom.